De PlayStation Vita, de nieuwe handheld gameconsole van Sony, ligt op 22 februari in de winkel. ED gamesblogger Jeffy van Geel heeft hem nu al en test hem. Het is een bijzonder apparaatje met heel veel vernieuwing op het gebied van handheld gaming. Dus ja, op het gebied van mobiele gaming. Het is een stapje meer, een niveautje meer dan een mobiele telefoon bijvoorbeeld. En waar uitziet dat? De combinatie van verschillende dingetjes. Hiervoor heb je een touchscreen zitten, een aanraakscherm waarmee je gewoon rond kunt kijken bijvoorbeeld. Maar ook aan de achterkant, dit hele vlak is aanraakgevoelig. Waardoor je dus ook nog extra dingetjes in games kunt doen. Er zitten een aantal camera's op. De besturing is veel uitgebreider, wat me heel erg tegenspreekt bij bijvoorbeeld de iPhone en de Galaxy S. Als ik daarop zou gamen, is dat het ontbreken van stickjes, van joystickjes, knoppen, dat soort dingen. En deze kan gewoon bijna onbeperkt online en is grafisch heel sterk. Toch zijn er ook enkele kritiekpunten op te noemen. Hij heeft heel veel last nog op dit moment van lange laadtijden. Daar wordt aan gewerkt, zeggen ze, maar ja goed, daar is op dit moment niks aan te doen. Dat zal tijdens de release ook nog niet anders zijn. Hij is duur, kost €250 en dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar gaat kopen. Dus het is iets waar je goed over na moet denken. Dat zijn op dit moment wel de grote nadelen. En daarnaast, hij is wel bedoeld om op de internetten ook. Alleen de browser werkt nog niet optimaal. Hij kan er niet alle websites laden bijvoorbeeld. Jeffrey geeft de Vita het volgende rapportcijfer. PlayStation Vita krijgt van mij op dit moment denk ik een 7,5. Het is, er is nog een hoop te verbeteren. Ook nog niet alle mogelijkheden die erop gaan komen, zoals het delen met consoles, is mogelijk. Dus op dit moment is er zeker nog wel wat verbeteringen mogelijk. En wat zou je adviseren als mensen zeg maar zoiets willen hebben? Zeg je van nou dit is het? Of? Ja, als je op zoek bent naar een mobiele handheld om echt te gamen, dan is de PlayStation Vita echt wel een handheld die ik adviseer, absoluut. Waar je echt veel plezier uit kan halen en ook vooral lang en veel games op kunt spelen. Zie je?